heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah. Wacht nou eventjes, haal nou even je mond. Het is zo nep. Meent u dat nou werkelijk? Het is zo onecht. Tada! Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar de verkiezingen komen eraan. Ga jij stemmen? Veel jongeren stemmen niet en ze hebben ook verschillende redenen daarvoor. Welke hoor jij veel, Imen? Wat maakt mijn stem nou uit? Politie zijn niet te vertrouwen, oftewel het zijn allemaal leugenaars. Ik denk dat er toch niks gaat veranderen, dus het heeft geen nut. Of ik heb geen zin om te stemmen. Wij gaan een paar weer leggen om je er toch van te overtuigen om te gaan stemmen. Stel, jij en mensen uit je omgeving zijn het niet eens met wat de overheid besluit over vluchtelingen. Maar jullie denken allemaal, wat maakt mijn ene stem nou voor verschil? Niet alleen jij, maar heel veel jongeren denken zo. Dus het is niet één stem, maar heel veel die verloren gaan. Dus als je niks van je laat horen, dan is de kans natuurlijk heel groot dat de situatie blijft zoals die is. Politici zeggen dat ze ergens tegen zijn, maar stemmen dan toch wel voor. In een democratie moeten de politieke partijen met elkaar samenwerken. Soms moet een partij meegaan met een punt waar ze tegen zijn, om hetgeen waar zij voor staan wel voor elkaar te krijgen. Je gaat je huis uit. Je loopt 100 meter, want overal zijn stembureaus. Je geeft je stempas, je kleurt een rondje rood. Klaar is Kees, geen excuus. Meer weten over de verkiezingen, wat de Eerste en Tweede Kamer doen en wat links of rechts betekent? Of welke kieswijzers er allemaal zijn? Check jouw030.nl.